Nou, hier staan we dus in de Victoria Serre. De kas dankt zijn naam aan de Victoria Amazonica, die hier al meer dan 70 jaar gekweekt wordt. Deze kas is geopend in 1940. Daarvoor, in de oude diergaarden, werden er ook al Victoria's gekweekt. En wel in deze serre. Dit is een plaatje uit ongeveer 1860. Ik weet het niet helemaal zeker. Een schitterend gebouw. Bestaat al lang niet meer. Maar daarin werden dus records gevestigd. Het is eigenlijk ongelooflijk dat uit dit zaadje zo'n grote plant kan komen. En wat direct opvalt bij de Victoria Amazonica, de koningin onder de waterlelies, is die enorme grote drijvende bladeren. Hoe groot wordt zo'n blad nu eigenlijk echt? En daarover hebben zich al 2 eeuwen lang diverse biologen en plantkundigen zich over verbaasd en uitgesproken. De eerste verhalen komen uit 1901, waarbij een Franse schrijver op zijn reis in Frans-Guyana vertelde van bladeren die meer dan 9 meter doorsnee waren en in het midden 60 centimeter dik en nerven zo dik als een mensenbeen. Nou, de haren reizen een beetje ten berge, want zoals je ziet halen die bladeren dat bij lange na niet. Maar al heel lang zijn dus alle botanische tuinen op de hele wereld die een Victoria in hun collectie hebben bezig met het meten. De bladeren, de bloemen, de opstaande rand, alles is een dankbaar object. In 1885 is Blijdorp recordhouder geweest door een blad van de Victoria gekweten wat 2,20 meter in doorsnede was. En 100 jaar lang heeft dat record stand gehouden totdat een Engelse tuin, Living Tropical Rainforest in Berkshire, een blad had van 2,96 meter. Hoe ver zijn we dit seizoen, Chris, met dit blad? We zitten nu op 1,85 meter. Oh, dan hebben we nog wel even te gaan. De Victoria-blad heeft allerlei bijzonderheden, maar daarover vertellen we een volgende keer.